Afgelopen zaterdag werd er in het Amstelveense College een symposium georganiseerd door de stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross was voornamelijk bekend om haar stervensbegeleiding en zij heeft vele boeken geschreven over dood, over begeleiding van stervenden, over rouwverwerking en verlies. Er zijn een aantal sprekers op dit symposium en wij wensen u veel luisterplezier toe. Wat is het doel van dit symposium? Vraag ik me ook wel eens af, of hebben we ons afgevraagd. Het doel van dit symposium zou het zo kunnen zijn dat we de stoffelijke achtergrond van het ziek zijn met elkaar gaan bekijken. En misschien dat we daar nieuwe inzichten over krijgen. Stel je hart en je ziel open voor deze dag. En dan wordt het een zielendag. En dan gaan we straks naar huis, rijker dan we gekomen zijn. Bewuster misschien zelfs dan we gekomen zijn. Ik moet het kort houden. En daarom geef ik u graag de vloer aan Arie van Buren, die verder het panel voor zal stellen. Is ziek zijn gezond? Mijn vrouw zegt wel eens tegen me, jij kan helemaal niet ziek zijn, dus een dagje ziek thuis zijn. Is ziek zijn gezond? Ik herinner me uit mijn studententijd van de docent pastorale psychologie dat hij vertelde dat er een boek bestond in het Duits met als titel Die Krankheit nicht krank sein zu können. De ziekte dat je nooit eens ziek kan zijn. Ik heb het boek nooit gelezen, misschien moet ik het nog eens doen, maar ik vond het wel een intrigerende titel. Het is dubbelzinnig. Is ziek zijn gezond? Daar zijn we vandaag mee bezig, via het forum, via de inleidingen. En vanmiddag verbijzondert het zich in diverse workshops. Daar bent u ook van harte welkom. Is ziek zijn gezond? Jean Bolen in haar fantastische boek Tot op het bot zegt dat elke ziekte het begin van een spirituele reis kan betekenen. En als we denken aan onze eigen Elisabeth Kübler-Ross, zij zegt altijd, en dat is een van haar grote lessen, een grote les met name voor hulpverleners, zowel professioneel als vrijwillig, dat zieken en stervenden onze leermeesters zijn. Dat vooral stervende kinderen, maar ook psychiatrische patiënten, onze leermeesters zijn. We gaan straks luisteren naar 3 inleidingen hierover. En ik wil even de mensen aan jullie voorstellen. Anna-Sophia van Hooijdonk. Wie dat is, dat kan niet missen natuurlijk. Directeur van de stichting Sophia Core, het palliatief centrum in Ochten. En jij richt je op het bewustwordingsproces van hulpvragers en hulpverleners. Woorden van jou zijn dat het ziek zijn van de mens een intensief groeiproces kan teweegbrengen. En de onderkenning van dit proces en de stimulering hiervan is van grote betekenis voor de patiënt, de hulpverlener en de medestanders. Vandaag heb je ook een beetje een bijzondere dag, omdat van een boekje van jou de 4e geheel herziene druk is verschenen, dat je samen met Anitra Voice hebt geschreven. Je hebt het ook meegenomen. Je kunt het straks kopen. En dat is gelijk een soort presentatie. Hartelijk gefeliciteerd met je boek dat heet Licht op sterven. Anna-Sophia van Hooijdonk. Naast Anna-Sophia zit Willem Glaudemans. Omdat ik dus afscheid aan het nemen ben, zit ik nog wel eens te graven in mijn archief. En ik vond jullie beide namen, van Anna-Sophia en van Willem, eigenlijk in de begintijd van onze Kübler-Ross-stichting. Maar Willem, je bent bekender geworden door jouw werk met en voor en vanuit A Course in Miracles. En jij was de redacteur van de Nederlandse vertaling. En van daaruit zul je ook spreken vandaag tot ons. En die visie van A Course in Miracles is confronterend. Het ego identificeert zich met het zieke lichaam. De Heilige Geest vertelt een ander verhaal. We hopen dat jij een geïnspireerd verhaal zult houden. Anna-Sophia heeft een prachtig centrum, was ik vergeten te zeggen. Ik kom er wel eens, zit sinds kort in het bestuur, op jouw uitnodiging. Willem, ik wil graag iets persoonlijks zeggen. Jouw moeder lag bij mij in het ziekenhuis en ik heb haar bezoeken gebracht. Dat is bijzonder, doe haar de groeten. Willem Glaudemans. APPLAUS
Jan Dinkelaar zit naast Willem. Ja, Jan, ik ken jou nog niet persoonlijk, maar ik heb veel over je gehoord. Er zijn mensen die naar jouw instituut gaan, het NIS, waar je werkt vanuit een boeddhistische visie. Ook verpleegkundigen uit het ziekenhuis waar ik werk gaan naar jou toe. En je doet fantastisch werk. En ik ben ervan overtuigd dat je vanuit jouw boeddhistische visie ons de vraag gaat stellen wie of wat is ziek zijn. Jan Dinkelaar. En dan is Ruud van Dijk. Eigenlijk weet ik niet zoveel van Ruud van Dijk. Alleen dat hij vandaag mantra's met ons gaat zingen. En dat kan hij straks het beste zelf doen. Hiermee is de dag echt helemaal geopend. En ik geef graag Ruud de microfoon om met ons muziek en zang te gaan maken. Goedemorgen. Het eerste kan ik niet beloven, muziek. Dan wel dat wij met z'n allen muziek maken door het zingen. Wij gaan dat a cappella doen. Mantra's staat er op het programma. Mantra's, woorden van kracht. Het kan vertaald worden met manas en tra. Komt eigenlijk manas, het denken, mens, tra, werktuig. Werktuig om de veranderingen in het denken tot rust te brengen. Al die apen die wij in onze hoofden hebben, op onze schouders, die heen en weer springen en ons voortdurend bezighouden, uit onszelf trekken. Kunnen, zeg maar, op een stokje gezet worden door het gebruik van mantra's. Het is één van de middelen, één van de mogelijkheden. Zingen opent je hart. Maar alleen je hart open kan redelijk tochtig zijn. Het is ook belangrijk dat we ons verbonden voelen. Verbonden met de aarde en verbonden met de rest van de kosmos. Zodat we kunnen zijn, bewust zijn en mogelijk daardoor gelukzaligheid bereiken. Zingen verbindt ons met onszelf, met de ander. Zingen is niet het doel op zich, hoe prettig dat ook kan zijn. Zingen en het zingen van mantra's kan ons leiden in de stilte. In die stilte kunnen we eenheid ervaren. De verbinding van onze kleine ziel met de overziel. Met ons en het goddelijke. Met het kosmische. Of welke titel we als mens zoeken om het voor ons te kunnen uitdrukken in de wereld. De beleving als zodanig vindt in onszelf plaats. En we proberen het te uiten als we willen. De zingen verbindt. Het is ook een mooi begin van zo'n ochtend. Zoveelste begin inmiddels, maar toch. En ik wil graag met jullie beginnen vandaag met de oom-klank. De oom-klank waarvan men zegt, en daar moeten we allemaal bescheiden in zijn, het is de klank van de schepping. Er zijn mensen die de klank kunnen horen. Maar het leuke daarvan is, de een hoort hem heel anders dan de ander. Dus dat is echt gemakkelijk. De
want het is goed. Wij proberen in het zingen die verbinding te ervaren van dat kosmische. En in ons mens zijn neer te zetten op de aarde. Want mantra zingen is niet de bedoeling dat we zo snel mogelijk wegkomen, maar dat we er juist zijn. Bewustzijn, gelukzaligheid. In ons bestaan. Voor uzelf en voor de mensen waarmee we werken. Mantra's zijn hulpmiddelen. Als je heel enthousiast hoeper de poep zat op de stoep zingt en je gaat daar met je hart en hele ziel en zaligheid in, dan kan dat fantastische effecten hebben. Klank maken voor uzelf, klank maken voor iemand anders, klank maken voor iemand die ziek is, klank maken voor iemand die stervend is. En als we ons laten inspireren, niet door wat we bedenken, maar wat we ervaren, wat we voelen, dan kan diegene daarin rust vinden. Open gaan, verbonden voelen. Probeer het voor uzelf als u wilt, thuis, op de fiets, wachtend in de rij, in de supermarkt. Het is namelijk niet specifiek iets wat altijd maar in een groep als hier of op een heilig moment. Het kan de hele dag door. Onze adem verklankte zich. De klank ademde door ons heen. En na dit moment van meditatie gaan we nu allereerst luisteren naar Anna Sophia. Is ziek zijn gezond? In het op me in laten werken van de mantra, moest ik denken aan iets wat we heel vaak zeggen als wij gewond zijn of ziek zijn. Au. Misschien is dat wel de eerste roep naar gezondheid. Daar wil ik op doorgaan. Ik wil proberen in deze korte tijd in te gaan op de spirituele achtergronden van het ziek zijn. Maar ik besef dat het heel moeilijk is om dat compact en duidelijk te doen in een zo intensief en groot onderwerp. Spiritualiteit richt zich naar de ziel. En ziek zijn is vaak iets wat ons in eerste instantie gewoon met ons fysieke lichaam confronteert. Eerst wil ik ingaan op ziekte als last. Daarna ziekte als kans en daarna ziekte als gift. En uiteraard wil ik afronden met de vraag, wat is gezondheid? Ik open mijn lezing met een gedicht en ik eindig het ook met een gedicht. En daarin omvat al de inhoud gegeven. Ziek zijn. Ziek zijn is niks zijn. Helemaal niks. Geen kracht in je lijf.
geen macht van geest, uitzichtloos. Ziek zijn is pijn zijn, een en al pijn. Golven van pijn, zeurend en verlammend. Hoe lang nog? Ziek zijn is moe zijn, eindeloos moe. Niets meer kunnen, niets meer willen. Neergeslagen. Ziek zijn is los zijn, los van kosmische adem, los van de hartslag. De hartslag die klopt in het heelal. Er is slechts stoornis. Ziek zijn is wijd zijn. Kon ik die wijdte raken in alle angst en onrecht van het mens zijn? Dan, door de eeuwen heen, heeft ziek zijn zin. Ziek zijn is stil zijn. Kon ik heel stil zijn in mijn lijden, in de angsten van de wereld, in hemels onmacht. Ik houd op met strijden. Ik open me voor het oog van de orkaan. Ik verbind me met helende krachten. Daar is genezing in ziek zijn. Daar nadert de kosmos mij. Daar is vrede in niks zijn. Daar ben ik en alles één moment van licht. Een gedicht geschreven door iemand die alles weet van wat ziek zijn is. Maar wat is ziekte? Laat ik beginnen met ziekte als last. Over het algemeen wordt ziekte gezien als ontregeling van het lichamelijke, het emotionele, het mentale. Ziek zijn wordt gezien als het uit balans zijn van onze leefgewoontes. En heel vaak zeggen we het ook. Onze leefgewoonte, de leefgewoonte van de zieke, is ongezond. Dan weten we dus ook wat gezond zijn is. Bij ziekte hebben we het vaak over, ik ben ziek. Ik heb griep. Ik heb reuma. We hebben allerlei soorten ziektes. En het wonderlijke is dat in de mogelijkheden van deze tijd er heel veel meer ziektes bekend zijn. Ik verwonder me altijd over de laatste 50 jaar van de wetenschappelijke ontwikkeling. Ziekten krijgen steeds meer namen. We hebben nu heel veel soorten reuma. We hebben heel veel soorten kanker. Maar het blijft er toch wel. Het is nog niet uit de wereld, al die ziektes. Ziek zijn is gewoon lastig. Komt altijd ongelegen en we hebben er eigenlijk geen tijd voor. Want we willen zoveel. De agenda's zijn zo vol. Soms moeten we zelfs zoveel. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat ziek zijn ontzettend veel energie kost. Heel veel tijd vreet en gewoon erg zwaar is. Ziek zijn is een fulltime job. Financieel verdient het niks. Emotioneel en spiritueel kan het een enorme rijkdom brengen. Maar er zijn ook mensen die ziekte zien als straf. Straf van God. Straf van datgene wat ze zelf hebben gedaan. Maar eigenlijk zou ik dat ruimer willen proberen te zien.
proces van ziek zijn is één van de mogelijkheden om tot ontplooiing te komen. Ik zei net al, genezing kost heel veel. Het vreet tijd, het vreet energie en het is zwaar. In deze tijd kunnen we ons ook wel vragen, is ziek zijn of is gezondheid te koop? In 1953 gebruikten we gemiddeld in de gezondheidszorg ongeveer 800 miljoen gulden. Vandaag de dag zijn dat tientallen miljarden guldens. En genezen we? En soms ten koste van wat? En hoeveel mensen moeten er vandaag de dag toch nog teleurstellingen verwerken omdat er geen genezing mogelijk is? Of, ik denk aan de vergrijzing. Leeftijd speelt ook een rol. Wel of niet behandelen? Meneer, u bent te oud. En bij deze leeftijd is deze operatie of deze behandeling veel te duur. Het menselijk lichaam is soms niet meer dan een object. Een ding wat bekeken wordt, bestudeerd wordt, betast wordt, doorgelicht, helemaal onderzocht. Om uiteindelijk een diagnose te vinden van de kwalende klachten. En daarom krijgen we dan medicijnen of andere mogelijke therapieën. Medicijnen hebben allerlei bijwerkingen. Soms zeer schokkend, medicijnen soms erger dan de kwaal. Maar goed, we hebben weer voor dat medicijn en voor die bijwerkingen een ander pilletje wat dat dan weer kan oplossen. We kunnen ons afvragen, en dat gaan we ook steeds vaker doen, wat slik ik en hoe slik ik? En welke behandeling of welke therapie kies ik? Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat als we ziek zijn, iets minder als last gaan durven zien zoals ik het net beschrijf. Want zoals ik het net beschrijf is het echt de last, zoals ik het nog vaak zie dat mensen het beleven. Maar als we dat wel durven los te laten, dan brengt het ons mogelijk bij bewust worden. Bewust worden van de eigen innerlijke kracht en de eigen behoeftes. En dat brengt me bij het tweede deel, ziekte als kans. Leren luisteren en het leren kennen van het lichaam. Oké, we zijn vatbaar. We zijn kwetsbaar. Maar hoe vatbaar en hoe kwetsbaar ik ben, hangt af van mijn eigen weerstand, van mijn eigen kracht. Als mijn weerstand vermindert, vaak door stress of spanning, kan een ziektekiem, een ziekteverwekker, vat op mij krijgen. En dat gebeurt regelmatig bij ieder van ons. Ik vind altijd stress en spanning een hele leuke aanleiding daartoe. Want als iemand gespannen is, krampt die samen, wordt die kleiner. Is die zijn tempel, zijn huis aan het afsluiten. Hij trekt zich terug. Eigenlijk zouden we daar eerder aan mogen en moeten luisteren. Ik vind het heel leuk. Ik was uitgenodigd als, als lastpak, zal ik maar zeggen, op dit symposiumfeest. Een confronterende visie van een cursus in wonderen hier te geven. Ik vind het leuk dat dit soort dingen gebeurt. Het maakt het ook gelijk wat lichter en daar hou ik erg van, om het wat licht te houden. Bovendien, een van mijn ego-patronen is om aardig gevonden te worden. En om dan zo'n visie hier te mogen geven. Ik weet bijna zeker dat u me straks niet meer aardig vindt. Ja, zegt ze wel, kijk. Het gaat goed. Eventjes, mijn titel die ik aan deze lezing heb meegegeven is een gezond lichaam in een gezonde geest. Ik heb al begrepen dat er al veel verwarring over was. We kennen natuurlijk de uitdrukking in zijn omgekeerde vorm. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een cursus in wonderen draait dat eigenlijk om. Zoals de cursus heel veel dingen omdraait. De cursus gaat niet over een gezond lichaam krijgen, maar
maar over een gezonde denkgeest. En een denkgeest is onze vertaling van het woord mind. Dat is een nieuw Nederlands woord dat we gekozen hebben om dat lastige begrip in de cursus te kunnen weergeven. Ik wil even heel kort iets zeggen over de ontstaansgeschiedenis van het boek. Heel kort, want er zijn gewoon in het Nederlands hier ook goede boeken te verkrijgen daarover. Die zijn trouwens in deze eerste zaal hier bovenin. Alle informatie over A Course in Miracles, van Miracles in Contact. Daar kunt u ook naar kijken welke boeken er zijn. Ik wil heel kort iets vertellen, dat u toch een beetje weet wat de cursus in wonderen is en hoe het is ontstaan. Het verhaal begint in 1965 met twee mensen, Helen Schuckman en Bill Tedford. Allebei psychologen verbonden aan een universiteit in New York. Hadden veel met zieke mensen te maken, ook met geesteszieke mensen, zaten in een hospitaal. En op een goede dag, toen zei Bill tegen Helen, er moet een andere manier zijn om met elkaar om te gaan. Ze zaten vaak in een hele competitieve sfeer. En hij zei erbij, en ik ben vastbesloten om die andere manier te zoeken en te vinden. En Helen zei, ik help je zoeken. En er waren twee mensen met een gemeenschappelijk doel. En als er twee mensen een gemeenschappelijk doel hebben, dan zegt de cursus, dan is er altijd een derde in hun midden. Vergelijkbaar met wat de Bijbel zegt, als er twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in het midden. Dat gebeurde ook hier. Ze werden geholpen om die andere weg te vinden. En ze werden geholpen door Jezus. Jezus gaf vervolgens een boek door, wat uiteindelijk 1346 bladzijden besloeg. Dat ging langs innerlijke weg bij Helen Schuckman. Ze kreeg elke dag een stuk gedicteerd. Ze was daar niet bij in trance, ze was gewoon bij bewustzijn. Ze kon zelfs de telefoon opnemen en het verhaal ging daarna vervolgens exact verder. Ze zagen op een gegeven moment dat dit boek een antwoord was op hun vraag. Van hoe kunnen we anders met elkaar omgaan? Hoe kunnen we relaties helen? De cursus zegt dan ook dat een tempel van de Heilige Geest niet een lichaam is, maar een relatie. Daar gebeurt het. Ons probleem is afscheiding. Afgescheidenheid. Daar komt zeg maar, alle dingen van het ego vandaan, afscheiding. We zijn ooit weggegaan bij God. Althans, niet in werkelijkheid, maar dat is wat we denken. En vervolgens hebben we een lichaam aangenomen. En dat lichaam is als het ware het symbool van onze afgescheidenheid. Bij dit velletje eindig ik en bij dat velletje begint Arie. En daartussen is een tussenruimte. In feite zou je kunnen zeggen, ons lichaam is een symbool van onze afzondering. Dat is zoals de cursus in wonderen beschrijft, gezien vanuit het ego. En wat ik in deze lezing zal gaan doen is eerst ziekte beschrijven vanuit het ego, dan vanuit de Heilige Geest. De Heilige Geest die hoort al, de cursus gebruikt christelijke termen. Niet gek natuurlijk als je ervan uitgaat dat de schrijver Jezus is. En vervolgens zal ik vanuit de cursus ook toelichten wat de cursus ziet als genezing en gezondheid. Ik wil dat ook doen met een aantal voorbeelden. Voorbeelden uit groepen van mensen die ik mag begeleiden vanuit de cursus in wonderen. Ik vind het erg fijn dat ik een aantal van hun verhalen mee heb mogen nemen voor vandaag. Ik zal er ook zeker gebruik van maken. Ik wil nog eventjes iets zeggen over de auteur. De echte auteur is dus Jezus. Hij zegt er in zijn eigen boek meteen bij, dat hoef je niet te geloven. Het boek spreekt de feiten voor zich. Als je het gaat doen, dan zal dat hetgeen zijn, de ervaringen die je met het werkboek, want het bestaat uit 365 lessen, als je daarmee aan de gang gaat, dan zullen de ervaringen je, zeg maar, het vertrouwen geven. Je hoeft het niet bij voorbaat te geloven. Uiteindelijk is het iets voor mij dat ik wel ben gaan accepteren. Het heeft een tijd geduurd. Ik ben het wel gaan accepteren dat dit boek van Jezus afkomstig is. Omdat het gezag waarmee hij spreekt, dat kan niet het gezag zijn van de mens die spreekt. Het gezag is enerzijds dat je steeds de waarheid er doorheen hoort. En de waarheid is vaak helemaal niet aardig voor ons. Maar het kan ons wel doen ontwaken. En dat is eigenlijk het doel van het boek. Om te ontwaken uit al onze ego-bindingen. Jezus was 2000 jaar geleden ook een grote genezer. Als je nu in de Bijbel leest naar genezingsverhalen van Jezus, dan vind je vaak twee zinnetjes erbij. Het ene is, uw geloof heeft u behouden.
En de andere is, ga heen en zondig niet meer. Als je die twee zinnetjes vanuit een cursus in wonderen zou bekijken, dan zou uw geloof heeft u behouden iets betekenen als, het gaat meteen naar binnen toe. Het gaat over geloof, het gaat over vertrouwen. Het gaat over een klein beetje bereidwilligheid, zoals de cursus dat noemt, om met die ziekte op een andere manier om te gaan. Of om hulp te vragen. Uw geloof heeft u behouden. Met andere woorden, het feit dat er een hulpvraag gekomen is, laat zien van mijn ego-plan werkt niet. En dat is de omslag die je kunt maken. En de tweede, ga heen en zondig niet meer. Zondigen is in feite weer het idee van afscheiding, van afzondering in het leven op. Wat hij daarmee zeggen wil, vanuit de cursus in wonderen gezien, vanuit zijn boodschap 2000 jaar later. Je zou daarvan kunnen zeggen, ga heen en maak verbinding. In plaats van, ga heen en blijf hier in afzondering. Als zonder het idee van afzondering is, dan is de oplossing daarvan verbinding. Want dan heb je eigenlijk al een manier om te kijken naar wat gezondheid is. Is ziek zijn gezond? Vanuit de cursus gezien zou je zeggen ja, mits. En dat mits heeft dan alles te maken met hoe wij er naar kijken. Ziek zijn kan een opwekking zijn tot gezondheid. Anne-Sophie had het er toen straks ook al over. Een opwekking tot gezondheid, maar de cursus geeft het dus niet over gezondheid van het lichaam, maar over gezondheid van de denkgeest. De dingen in ons lichaam zijn volgens de cursus een weerspiegeling van de dingen in onze denkgeest. Met andere woorden, als we naar dingen in ons lichaam kijken, dan kan het ons helpen om gedachten en ego-patronen op te sporen die ons kunnen genezen. Met andere woorden, als we daar afscheid van kunnen nemen, dan zijn we een stuk gezonder geworden. Gezondheid gaat dus altijd in de cursus over de denkgeest. De kortste definitie die de cursus geeft over gezondheid is innerlijke vrede. En dat kan met een ziek lichaam en dat kan zonder een ziek lichaam. Met andere woorden, de concentratie van de cursus ligt geheel op de denkgeest en minder op het lichaam. Ik moet nog even iets vertellen over het ego, voordat ik vanuit de cursus vertel dat het ego aan ideeën over ziekte heeft. Het ego is een stuk in ons wat voor afscheiding kiest. Een stuk in ons, het is een deel van ons denken wat op angst gebaseerd is. Een deel van ons denken wat veiligheid ziet als een muur om je heen. En de wereld ziet als een bedreigende plek waar aanval en verdediging is. En waar er dus iets moet gebeuren opdat we niet aangevallen worden. Het ego werkt met dingen als angst en schuld. En het ego kan niet zelf gezond worden. Het ego kan ook niet vergeven. En vergeven is een heel centraal begrip in de cursus in wonderen. En uiteindelijk, zegt de cursus, genezing is eigenlijk niets anders dan vergeving. De Heilige Geest staat daar tegenover. De Heilige Geest, als de cursus dat noemt, is het antwoord van God op onze afscheiding, op onze afgescheidenheid. De Heilige Geest komt als een trooster, als een corrector. Als iets wat altijd bij je is, wat ook in je geest woont. Wat je altijd een andere gedachte in kan geven. Een gedachte van verbinding, een gedachte van liefde. Een inzicht. Waar het ego dus steeds heeft over angst, heeft de Heilige Geest het over liefde. Waar het ego het heeft over afscheiding, heeft de Heilige Geest het over verbinding. Niet om het eventjes kort naast elkaar neer te zetten, er is nog veel meer over te zeggen, maar dat zou nu te ver voeren. Als we nu kijken naar ziekte vanuit het ego. Het ego ziet het lichaam ook als zijn huis. Om
omdat het namelijk het symbool is van de afgescheidenheid. En wat doet ziekte? Ziekte identificeert ons heel erg met ons lichaam. Als je pijn hebt of ziek bent, dan lijkt het alsof er niets anders meer bestaat dan alleen dat lichaam. Onze aandacht wordt geheel gericht naar het lichaam. En dat is volgens het ego iets fantastisch, want het ego hoopt dat wij blijven geloven in het feit dat we een lichaam zijn. En dat is een valse identiteit, dat is niet wie we werkelijk zijn. Maar dat is wel wat ons ego ons vertelt. We zijn een lichaam. En daarmee vergeten we wie we werkelijk zijn. En dat is een punt voor het ego. Ziekte bewijst ook dat we kwetsbaar zijn. Dat we kwetsbare wezens zijn. Ons lichaam blijkt heel makkelijk door uiterlijke factoren aangetast te kunnen worden. En natuurlijk uiterlijke factoren, daar is het ego ook altijd onmiddellijk mee. De schuld ligt altijd buiten ons. Dat is een van de wetten van het ego. Ik heb het niet gedaan, de anderen hebben het gedaan. Dat geldt dus ook weer voor ziekte. Dus de buurman die langskomt en je dat geschenk geeft, dat zegt het ego, ja zie je wel, hij heeft het gedaan. Ik heb het niet gedaan, hij heeft het gedaan. Wie denkt dat ziek zijn gezond is, zou dus hand of arm willen opsteken. Wie denkt dat ziek zijn niet gezond is? We hebben een probleem. Mijn vraag is natuurlijk van, ja, wat is ziek zijn en wat is gezond zijn? Ik zal u vanuit mijn ervaring eerst een casus voorlezen van twee mensen. Dus een meneer X heb ik hem genoemd en mevrouw A. Meneer X, dat is een succesvol ondernemer. Middelbare leeftijd, gehuwd, twee kinderen. Een rationeel denkend iemand met een sterke persoonlijkheid en gericht vooral op verdienen en succes. Hij is niet snel tevreden. Er moet gewerkt worden en vooral hard. Vlak het uiterste van zichzelf en van zijn omgeving, van zijn personeel. En het personeel is ook een beetje bang voor hem. Voor zijn opvliegend karakter. Hij is wel van mening dat hij goed voor zichzelf moet zorgen. Dus hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Weinig thuis. De zorg van het gezin gaat op zijn vrouw neer. Nooit zien. Ja toch, één keer. Een paar jaar geleden had hij maagpijn. En dat was inderdaad een maagsfeer. En die is weggehaald. Heel snel. Daarnaast is hij harder gaan werken om de verloren tijd in te halen. Kent u zo iemand? Die is het dan niet hoor, want het is gewoon een voorbeeld. Hè? Een ander voorbeeld, een andere casus is van mevrouw A. En mevrouw A is op dit moment zonder werk. Ook middelbare leeftijd. Getrouwd, twee kinderen. Vriendelijk karakter, introvert. Zacht. Heeft 2 jaar geleden heeft zij een operatie ondergaan en bestraling voor kanker. Ze is zorgzaam voor haar gezin en zorgzaam ook voor haar man, kinderen, omgeving. En ze werkt, en dat heb ik er dan bij verzonden, 2 dagen als vrijwilliger in een hospicehuis. Maar ze doet veel werk in de buurt. In het algemeen voelt zij zich heel gelukkig. Neemt de tijd voor activiteiten en neemt de tijd voor mensen. Soms is dat heel lastig als ze gaat solliciteren, dan moet zij altijd vertellen van ik heb kanker gehad en ik ben al behandeld en het is over. Maar ze moet het toch iedere keer weer zeggen. Zelfs niet alleen bij sollicitaties, maar ook zelfs bij als je een gewoon verzekeringsformulier moet invullen tegenwoordig. Af en toe heeft zij lichamelijke klachten en is zij moe, maar goed. Dan neemt ze wat meer rust en zij accepteert het als behorende bij haar leven. Mijn vraag nu is, aan de hand van deze 2 voorbeelden, wie is er nu ziek? Dat is lastig te beantwoorden, want vanuit de werknemer bekeken is de vrouw ziek. Maar vanuit de burenhulp bekeken is meneer ziek. Verzekeringstechnisch is ook mevrouw ziek. Ze heeft een probleem, of
kan een probleem zijn. Sociaal gezien is meneer ziek. Dus voor de werkmaatschappij is zijn risico en de man in deze kwestie is voor de werkmaatschappij geen risico. Dus de vraag is toch van hoe kijken wij, hoe kijkt de maatschappij naar ziekte? En ik zal er proberen te beantwoorden ook vanuit de boeddhistische kant, maar ook vanuit de psychologie. En uiteraard vanuit mijn persoonlijke ervaring. De Wereldgezondheidsorganisatie die geeft sinds een aantal jaren een aanvulling op het begrip gezondheid, een omschrijving van gezondheid. En vroeger was het alleen dat mensen fysiek, dus lichamelijk en psychisch welzijn. De laatste jaren is erbij gekomen dat mensen fysiek, psychisch en sociaal zich wel moeten voelen. En dat laatste is natuurlijk een belangrijke aanvulling, en het zou haast zelfs een boeddhistische aanvulling kunnen zijn. Want dat je je ook niet alleen lichamelijk goed voelt, wel voelt, psychisch wel voelt, maar dat je je ook sociaal wel voelt. Het boeddhisme zegt erin heel duidelijk, en het sluit, de universele kant ervan sluit zeker aan bij ook wat de vorige sprekers hebben gezegd, dat gezondheid is afhankelijk van specifieke oorzaken en omstandigheden. Als je kijkt naar een diepere betekenis ervan, dan zou je kunnen zeggen van, het lichamelijk welzijn, dat is in ieder geval datgene wat het eerst zichtbaar is, het eerst controleerbaar is. Kijk maar eens naar de stad, als mensen op een terrasje zitten, de meeste mensen zien eruit alsof ze zich heel erg wel voelen. In een glaasje en de zon. Je kan daarmee zeggen dat het fysieke welzijn is belangrijk, maar tegelijkertijd stellen van dat het geestelijk welzijn daar direct mee in verbinding staat. Je zou ook kunnen zeggen vanuit de boeddhistische kant, waarin zij vooral benadrukken op de term van bewustzijn, dus wees bewust van wat er gebeurt. Wees bewust dat je een gehaast leven leidt of een ontspannen leven leidt. Daarin zeggen zij wel van, als iemand gelukkig is en ontspannen leven leidt, is men meer in evenwicht. De geest is rustiger. Je ontvangt eerder signalen. En wie een rustige geest heeft, wordt vaak minder ziek. Het is geen garantie, maar het zou een relatie kunnen hebben. En als je ziek wordt, dan herstel je sneller. De ontwikkeling van de laatste jaren, en met name in het Westen, zijn zo geweest dat je eigenlijk niet meer kan zeggen dat je ziek bent. Ik kan ook met eigen ervaring praten. Ik heb ooit in mijn jeugd ernstige vorm van astma gehad. En tot mijn grote vreugde zag ik dus laatst een brochure, een folder hangen in een zaak in Utrecht. En daar stond dus de oplossing in. Had ik nooit geweten. Daar stond in, mensen met astma hebben moeite met hun agressie. Ik dacht van nou, dat zal wel waar zijn. Maar het werd zo gesteld dat alsof astma en agressie dé relatie was. Ja, en ik voel me eigenlijk niet agressief. Ja, dat moet een briefje zo. Dus zou dat toch waar zijn? Het andere was een relatie die gelegd werd van vrouwen met borstkanker, die hebben moeite met hun emoties te uiten. En er werd direct een cursus voor je gegeven natuurlijk ook. Maar ook dat, hè, dus vind ik persoonlijk, niet alleen vanuit het boeddhisme gezien, maar ook vanuit de psychologie gezien, veel te kort door de bocht. Er is veel en veel meer. En je zou kunnen zeggen dat ziek zijn, of ziek worden, of het nou gezond is of niet gezond is, dat het afhankelijk is van een groot aantal factoren. Wat het boeddhisme, wat mij ook persoonlijk ook betrekt in het boeddhisme, is dat ze je verantwoordelijk stellen voor datgene wat er gebeurt. En niet in de zin van met een vingerwijze van jij bent verantwoordelijk, maar in de zin van ga nou eens rustig zitten en kijk eens wat er gebeurt. Onderzoek eens wat er gebeurt. En alleen het feit als je zo met mensen zou werken, dat je zegt van nou ga nou eens rustig zitten, dat heeft al een haast genezend effect zou ik zeggen. Vanuit mijn interesse, ik bezocht uiteraard ook een Tibetaanse arts. Ik heb ook in ons dorp, hebben we gelukkig een hele goede dorpsarts.
Maar goed, ik had toch ook, ik wilde een Tibetaanse arts bezoeken. Dus ik had een afspraak gemaakt. En er kwam een dag later een brief in de bus. Ik dacht gelijk van, is dat de rekening al? Want dan zijn ze heel snel. Zelfs sneller als onze dorpsarts. Maar goed, het was een brief van de dokter. En ik las die brief en daar vroeg hij mij of ik dus de dag voor het consult, of ik dan vooral rust wilde nemen. Nou, ik naar de dorpsarts natuurlijk en ik zeg, moet je nou eens kijken, het is fantastisch. En die man zei gelijk van, ja, hij zei, als ik dat zou doen, zou ik al mijn patiënten kwijtraken. Maar gewoon het idee dus dat, het idee van die Tibetaanse arts, dat hij dus een briefje schrijft van, wil je wat zorgzaam zijn met je voedsel? Wil je gewoon wat rust nemen? En dan kom je bij mij en dan kan ik vanuit die rust een consult, een diagnose stellen. Dat is toch wel een hele andere ingang dan hoe we soms naar de arts toe rijden, heel snel, even snel tot het spreek binnen gaan en weer zo snel naar het werk toe gaan. Wat het boeddhisme doet, hè, vooral, je kan daar veel over lezen. En, sinds deze week, de Boeddhistische Unie, de BUN, heeft zelfs zendtijd gekregen op de radio en de televisie. 10 uur per jaar. Dat is heel hoopvol, hè? Maar we gaan aan de slag. Maar waar het vooral het boeddhisme op aanstuurt ook is, dus op de leesde dingen die je kan lezen, maar vooral op de persoonlijke ervaring. Dus van hoe gaat het met jou? Wat doe jij ermee? Wat doe jij ermee met datgene wat je leest en wat je tegenkomt? Als ik dan kijk naar de boeddhistische kant van ziek zijn, en zij zeggen wel van ziek zijn, dat is een vorm van lijden. En uiteraard het begrip lijden is een goed gekend begrip van het boeddhisme. Je zegt eigenlijk van, er zijn vier, ze noemen het dan vier edele waarheden, of vier waarheden. En daarvan is de eerste, is dat de aanwezigheid van lijden in dit leven. En dat is min of meer gewoon constateren. En dan de bron van het lijden, dus de oorzaak. De derde waarheid is het opheffen, het bevrijden van het lijden, dus het doel wat je je gaat stellen. En de vierde is de manier, dus eigenlijk zou je zeggen de methode of vanuit de psychologie de therapie. Dus het is niet zo dat het lijden maar gezien wordt als iets wat waar je zelf een aandeel in hebt. Dat heb je wel uiteraard, maar daar kom ik zo op. Maar het lijden wordt vooral ook gezien als het hoort bij deze wereld. Het is onderdeel van deze wereld. En een van de elementen waar je in het lijden dan wat invloed op kunt uitoefenen, en dan voor de lijden zou ik ook kunnen noemen ziek zijn, ze kunnen zeggen ziek zijn, is van dat je dus tot bewustzijn komt, en daarin zijn vele wegen, ook zoals we vanmorgen al gehoord hebben, dat je tot bewustzijn komt dat je de juiste dingen gaat doen. Dus het boeddhisme spreekt niet van goed of slecht, maar het spreekt veel eerder in termen van de juiste dingen doen. Want de juiste dingen doen, en ik zelf werk met, vooral met training en begeleiding van stervenden. Ja, ik vind het werk vind ik fantastisch. Het is voor mij, ik ben daar 20 jaar geleden mee begonnen en het is voor mij een soort einddoel. Hè. Ik denk wel van, wat kan ik nog verder doen? Of wat kan ik nog verder ontwikkelen? Nou, niets eigenlijk, want ik ben er met mijn hart bij betrokken. Ik kom eens met een oude collega tegen en die werkt met de managers in Den Haag en die zegt van, god, dat is toch heel zwaar wat jij doet. Hij zegt, ja, dat is ook heel zwaar natuurlijk. Maar het is helemaal niet zwaar. Want hij werkt, ik noem het dan even gesargeerd, met de man in de blauwe pakken. En dan zeg ik tegen hem van, ja, dat vind ik toch heel zwaar. Dus we hebben toch beide een andere beleving daarvan. En het gaat weer om de verbinding die je daarmee kan hebben. Dus datgene wat je doet, hoe je je daarmee verbindt. Als we naar ziek zijn kijken vanuit de boeddhistische kant, dan praten zij over een lichamelijk lijden, een lichamelijk ziek zijn. Ze onderkennen ook een emotioneel of psychisch ziek zijn. En ze erkennen ook een geestelijk lijden.
lichamelijke lijden, mensen met veel lichamelijke pijn. En gelukkig is daar in het westerse wereld veel aan te doen met goede pijnbehandeling of goede pijnondersteuning. Maar het is nog steeds zo dat technisch gezien kan in 90% van de pijn, als er pijn aanwezig is, kan er iets aan gedaan worden. En in de praktijk komt het neer dat er in 50% gedaan wordt. Dus nog steeds is er een groep van ongeveer 40% van de mensen die met pijn te maken hebben, die dus niet vrij zijn van de pijn, niet vrij kunnen komen van de pijn. Nou.